Ik heb al eens van die dagen, en ik ben denk niet de enige, dat, dat je aan het eind van de dag denkt, wat heb ik nu eigenlijk gedaan, of wat heb ik eigenlijk afgemaakt, of wat heb ik eigenlijk niet afgemaakt, en waar ben ik toch de hele tijd mee bezig geweest? En dat heb ik geregeld gehad, en ik heb er nu een systeem voor bedacht, waarin ik dat kan oplossen, en dat is namelijk timelapse jezelf. Ik kwam er toevalligerwijs achter dat het een soort stok achter de deur is. Je filmt jezelf, of je filmt jezelf niet, maar het is vrij eenvoudig te doen. Je stelt één keer gewoon je timelapse goed in. Je camera's, je zet hem aan. En aan het eind van de ochtend bijvoorbeeld, haal je je kaartje eruit en je zet dat in je montageprogramma. En je hebt binnen een minuut heb je het op Facebook staan. Waardoor je dus eigenlijk krijgt dat mensen gaan meekijken in jouw werkding. Waarmee ze gewoon kunnen zien waar je mee bezig bent. Ook nog eens een keer, dat is ook een bijeffect. Maar waarin je zelf ook nog eens een keer waarin je dus het gevoel hebt dat je gefocust moet blijven. Omdat het zo duidelijk aantoont waar je tijd in verliest. Als ik dus op Facebook zit en ik merk van, oh ja, links staat die camera op mij die dit allemaal filmt, oh ja, hè, mijn baas, hè, dit is mijn baas die meekijkt, dan moet ik nu weer even gewoon focussen op het project waar ik mee bezig ben, met in mijn geval montage. Ik ben benieuwd of dat blijft werken natuurlijk, maar het is een dingetje waar ik nu mee bezig ben en wat op zich goed voor mijn werk nu op dit moment. Ik ben nu naar de Louis Awards jurydag aan het gaan. En daar ga ik fotograferen van 3 tot 7.